Arie Bogers, het was een knappe prestatie in Den Haag. Ja, ik heb het voor de rest niet meegekregen, eerlijk gezegd, van het zomeravond voetbal. Maar nee, ja, we hebben een behoorlijke wedstrijd gespeeld en zaten aan de goede kant van het resultaat. Dus ja, gewoon tevreden. Ja, de zomeravond voetbal was mijn opmerking dat toen Bob vertrok, dat het voor de spelers uitvoetballen zou worden in deze competitie. Okay. Maar dat was zeker niet het geval. Nee, maar ik denk dat die jongens overal nog voor te strijden hebben. Er zijn een aantal of heel veel jongens waar het contract van afloopt. Het zou mooi zijn als die volgend jaar ook nog ergens een plekje elders hebben. Dus die kunnen zich nu mooi bewijzen. Dus daar kunnen wij handig gebruik van maken. En dan afgelopen maandag, als het goed is, een oefenwedstrijd nog ingelast tegen Fortuna Sittard. Hoe verliep die? Ja, die hadden we al langer gepland, omdat natuurlijk jongens die niet veel spelen, die moeten ook aan de minuten komen. En ja, prima wedstrijd. Wat ik al zei, de wissels hebben gespeeld, die hebben minuten gemaakt. Niemand is uiteindelijk geblesseerd geraakt. De uitslag was ook nog wel prima aan onze kant, dus al met al een goede oefenwedstrijd. Ja, een goede start als interim trainer van de Handelsport. Wat denk je over de kansen morgen tegen Jong Ajax? Ja, ik heb tegen die jongens al gezegd van ik denk dat het een lastige wedstrijd wordt. Hè. Hun hebben eigenlijk niks te winnen of te verliezen, dus ze kunnen heel vrij uitspelen. Nou ja, wat je iedere week ziet is dat ze ontzettend goed kunnen voetballen. Dus wij moeten gewoon 100% zijn om te zorgen dat ze dat hier niet voor elkaar krijgen en dat we een goed resultaat kunnen halen. En wordt het techniek tegen techniek of fysiek tegen techniek? Nou, volgens mij hebben wij alle ingrediënten in huis, dus met alleen techniek gaan we het niet redden. Dus we zullen gewoon van de minuut 1 gewoon heel scherp moeten zijn en proberen hun het voetbal onmogelijk te maken. En zelf vanuit onze kansen te kijken of we de wedstrijd kunnen winnen. Oké, 3 punten. Ja, dat zou mooi zijn. Oké, dankjewel. Top. Even bedankt. Brian ten Hoven, linksback Helmondsport. Hoe gaat het de laatste weken met je? Ja, goed. Ik ben blij dat ik weer volledig fit ben en dat ik mijn minuten weer kan maken. Het heeft natuurlijk lang geduurd, dus op dit moment heel blij. Ja, ik had gekeken. Je hebt eind vorig jaar veel gemist. Dan heb je 1 wedstrijd weer gespeeld en toen heb je weer een week of 6 gemist. Dat lijkt me lastig. Ja, zeker. Ik zou ook die wedstrijd daarna, na Dordrecht als Jong PSV, thuis volgens mij, of uit, weet ik even niet meer. Toen zou ik ook gaan beginnen en toen blokte ik een schot op de training en kreeg ik een shirtje in mijn enkelband. Dus weer een beetje terug bij af, vandaar die 6 weken ook weer, maar ik ben blij dat ik er nu weer ben. En je hebt je ook naar een verlenging van je contract, of van de optie in je contract geknokt. Hoe voelt dat? Ja, ik ben heel blij dat Helmond gewoon nog steeds het vertrouwen heeft in mij. En dat ik me volgend jaar weer hier kan laten zien, hopelijk met wat minder blessureleed. Want het is natuurlijk altijd vervelend als je zo lang eruit ligt. Dus ik ben Helmond daar ook dankbaar voor dat ze me weer een jaar erbij geven. Ja, want sinds je fit bent speel je eigenlijk elke wedstrijd wel. Ja, klopt. Ja, ze hebben goed vertrouwen in mij, dus daarom ben ik ook heel blij. Dus, En ga je morgen beginnen tegen Ajax? Ik heb de opstelling nog niet gehoord, maar ik verwacht van wel. Dus, Dan wens ik je veel succes morgen. Dankjewel.